Ons doel is dus het EK. En de man die ons daar naartoe moet geleiden is natuurlijk... Ronald Virgil van Dijk. Memphis Depay. Memphis Depay. Ja, de spits van Oranje. Hij schoot er tegen Wit-Rusland weer 2 in. En wij zijn fan van Memphis Depay. Als voetballer en als Mems. Maar wat krijgt die man een gezeik over zich heen? Dan zit ik op de bank, zit ik met de verbijten, denk ik. Komt er eentje aan met lange mouwen en handschoenen aan. We krijgen een Filippi als een rappertje. Hij speelt weer met die kousen. Daar heb ik me verschrikkelijk aan geïrriteerd. Die kousen weer tussen die scheendekken. Doe lekker normaal, joh. Doe die kousen zoals iedereen dat doet. Vanmiddag om 5 uur zette Memphis Depay een clip op zijn Instagram-account... om te vieren dat hij 5 miljoen volgers heeft. Ik vind het altijd wel een beetje jammer. Je bent profvoetballer, dat is jouw job. Misschien een generatiekloof hier, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Nah, het is verschrikkelijk. Nee, het is een soort nationale hobby geworden om te zeuren over wat Memphis in zijn vrije tijd doet. Het begon allemaal met die hoed. Memphis had een keer een hoed op en toen ging het dagenlang alleen nog maar over die hoed. De NOS stuurde Bert Maalderink langs bij de training om verhaal te halen over die hoed. De buitenwereld ziet een man met hoed. Ja, dat is een hoed. Ja, precies. Ja, dat is een hoed. En dan denkt de buitenwereld, wat doet die man met een hoed? Ja, wat doet een man met een hoed? Die zet hij op. Memphis zet een hoed op zijn hoofd en Bert Maalderink wordt helemaal gek. Ja, op Prinsjesdag moeten ze Bert Maalderink ook altijd opsluiten, anders gaat hij door het lint. Ja. En voor Bert is het lekker makkelijk, want die zien we nooit. Niemand weet hoe die eruit ziet. Ja, dat kunnen we wel even laten zien. Ja, en wat doet de man met de zonnebril? Die zet hij op zijn kale harses. Ja. En sinds die hoed ligt alles wat Memphis Depay buiten het veld doet onder een vergrootglas. Gelukkig trekt hij zich daar zelf niks van aan en blijft hij bijvoorbeeld lekker vloggen. We're going to Rotterdam. I'm gonna celebrate my birthday. I love you guys. I'm blessed to have you. Thank you. Hey! Memphis is sinds deze week lid van de Mile High Cake Club. De mensen die in de lucht een hele slagroomtaart hebben gegeten. Wie ook wel eens kritiek heeft op Memphis is Johan Derksen. Die jongen staat daar echt als de prima donna. Die voelt zich ver verheven boven de hele wereld. Daar word ik ook een beetje beroerd van, dat sterrenhoudingje, hoor. Voorlopig is die wisselspeler bij Manchester United wel zijn tatoeages. Ja, kijk, hij heeft ook een tas van 5000 euro. Dat zie jij zo? Ja. Ja, en dat is toch een beetje raar. Marcel? Hallo? Ja, en dat is toch een beetje raar. Want eigenlijk zijn Johan Derksen en Memphis Depay helemaal niet zo verschillend, toch? Ik bedoel, Memphis, lachenbekje. Kijk, heeft scheid aan wat mensen van zijn kleren vinden. Johan Derksen, lachenbekje. Heeft totale scheid aan wat anderen van zijn kleren vinden. Of je houdt van hem, of je haat hem. Hebben ze ook allebei. Memphis is natuurlijk een rebel, zet zich graag af. Heeft ook een grote tatoeage van een leeuw op zijn rug. Johan Derksen, precies hetzelfde. Johan Derksen heeft ook een tatoeage van een leeuw op zijn rug. Nee, hij heeft niet een tatoeage van een leeuw op zijn rug, maar hij heeft wel manen en snorharen. Omdat ook hij ooit een rebel was. Daarom heeft hij ook een snor, hè? Die snor, die heeft hij, waarom heeft hij die? Alleen maar omdat dat te maken had met zijn vader, een adjudant bij de politie, tegen wie Johan zich al op jonge leeftijd afzette. Net als Depay, want die noemt zich Memphis en niet Depay, omdat zijn vader hem in de steek heeft gelaten. Dus dat hartstikke leuk, matcht weer. Echt, het is bijna eng hoor, de gelijkenis. Sigaar, check. Hebben ze allebei. Ze zijn ook alle twee gek op muziek. Memphis, altijd met zijn koptelefoon, helemaal gek op rapmuziek. Johan Derksen heeft zijn hele huis gebouwd van cd's. Moet je kijken. En ze maken ook allebei muziek. Voor allebei geldt dat je er misschien even aan moet wennen. Dit is Memphis. 5 mil, I'm talking follows. The new deal's gonna follow up. Call my agent, told him double. Cool. Nu Derksen. We hebben er jarenlang naar uitgekeken. We gaan met Holland weer naar het EK. Ja, ook cool. En dan denk je misschien, hey, maar dat zijn heel verschillende soorten muziek. Maar het muzikale hart van Johan Derksen, dat ligt bij de blues. En wat is de hoofdstad van de blues? Gorkum? Nee, niet Gorkum, Tex. Nee, kleine tip, Johan Derksen is er getrouwd. Memphis. Memphis. Johan Derksen is getrouwd in Memphis. Zo, het houdt echt niet op, die parallellen. Zeker niet. Hey, waar wil je naartoe? Nou, dat het maar eens klaar moet zijn. Ik vind het gezeur over Johan Derksen moet stoppen. Laat die man toch met zijn gekke kleertjes. Top! Hey, kom je hier vaker? Ja, elke week eigenlijk wel. Ja. Nee, de kijker bedoelde ik. Oh ja. Abonneer je dan even op ons prachtige YouTube-kanaal. Heb ik al gedaan. Nee, de kijker bedoelde ik. Oké. Okay, ja.